En gaan we heel rustig openmaken. Dat is mama. Heel rustig aan Jason geef ik hem. Los, even Jason mag de eerste doen. Kijk eens. Good life. Ruben, Melanie, Jason, Jalicia, Jaden. De grootste familievlog van Nederland. Good life. Goeiedag schoten allemaal en leuk dat jullie weer kijken hier naar een nieuwe vlog op Good Life. Vlog, prank. Nou, eigenlijk is dat niet echt een prank, meer een social experiment. Ja, waarom dat? Ga ik jullie uitleggen. Onlangs hebben wij een video geüpload waarbij wij spullen kochten voor de vlogs die we gingen maken. En we hadden daarvoor €1000 uitgegeven. De kinderen gingen mee en het was voornamelijk speelgoed. Daar kregen we ontzettend veel commentaar onder van mensen en echt, meestal kwam er eigenlijk op neer dat de kinderen ontzettend verwend waren. En eerlijk gezegd vond ik het wel meevallen. Het ene stukje van Jalicia, dat ze iets uit mijn handen probeerde te trekken wat ik terug wilde leggen. Maar je moet natuurlijk niet vergeten, het zijn kinderen. Die €1000 was natuurlijk wel spullen voor onze vlogs. Het was niet zomaar, we kopen spul voor de kinderen en hier gaan we maar mee spelen. We kochten die spullen om voor jullie leuke video's te maken. Of die kinderen daarbij daar gebruik van kunnen maken. Ja, dat is dan voor hun een positief iets. Tuurlijk, ze krijgen wel meer cadeaus. Dat geldt voor mij natuurlijk ook voor Extreme Rides en voor mijn vuurwerkkanaal. Ik krijg zoveel dingen doordat ik die kanalen heb. Gratis entree in prep park. Ik kan achter de schermen. Bij vuurwerk krijg ik vuurwerk mee. De nieuwste producten die ik dan gratis kan uittesten. Dus ja, je hebt gewoon meer voordeel omdat je bekend bent. Het zat me niet lekker. Ik vind het niet helemaal terecht dat soort mensen of kinderen voornamelijk dat soort reacties gaven. Dat vond ik niet echt tof. Dus wat heb ik bedacht? Want uiteindelijk, ik zeg nu volgens mij zijn ze ook niet verwend. Maar uiteindelijk weet ik het natuurlijk ook niet. Hè? Want ik geef ze gewoon die spullen en ik zie wel dat ze erbij mee zijn. Ik zie dat ze ermee spelen. Maar uiteindelijk gaan we dat gewoon even testen. Ik heb natuurlijk wel vorig jaar die Sinterklaas prank gedaan. Maar dat was gewoon puur entertainment. Dus wat heb ik nu gedaan? Ik heb hier een doosje, die ga ik eigenlijk inpakken. In dat doosje zit nog een doosje. Die gaan we ook inpakken. Dat doosje maken ze open. En dan zit er weer een doosje in. En dan nog een doosje. U snapt hem. In dat laatste doosje zit gewoon helemaal niets. Dus ik ga dadelijk de kinderen gewoon hier netjes op een rij zetten. Dan laat ik die kinderen het cadeautje openmaken. Om ze beurt een cadeautje. En uiteindelijk zit er niks in. En dan ben ik benieuwd hoe ze reageren. En of ze dan boos gaan worden. Of gaan gooien. Of gaan schreeuwen. Of... Ja, kijk, natuurlijk gezien, ieder kind zal teleurgesteld zijn. Dat is een logische reactie, dat verwacht ik eerlijk ook wel. Maar dat ze boos zullen gaan worden of iets anders, dat ze weg zullen gaan lopen, schreeuwen of wat dan ook. Nee, dat verwacht ik, dat verwacht ik allemaal niet. Jason, die zal, wat zal Jason doen? Ik denk dat Jason eigenlijk gewoon zijn schouders ophaalt. Jalicia verwacht ik wel. Ja, eerlijk is eerlijk, Jalicia is wel de felste uit de drie. Jaden, dat weet ik ook niet. Ik denk dat Jaden zwaar teleurgesteld is. Jason zou zijn schouders ophalen. En Jalicia die zou wellicht, als er iemand boos van die drie zouden moeten worden, denk ik dat Jalicia boos wordt. Zo, lieve kindjes, jullie zijn lief gaan zitten. Vinden jullie dat jullie lief zijn? Ja. Vinden jullie dat jullie een cadeautje verdienen? Ja. Hebben jullie niet heel veel cadeautjes al gehad? Nee. Ja. Nee. Oh, ik ga mijn zonnebril. Oké. Ik heb een vette bril op. Oké, nou ga zitten op je stoel. Ik ook een vette bril. Cool, man. Zal ik die gewoon aan de buurjongen geven? Ja. Dat is wel lief, hè? Ja, vind ik ook. Nee, dat doen we niet, jongens. Dat was een grapje. Nee, jullie mogen dit cadeau mogen jullie openmaken. Zetten, Jason. Jason, zetten. En dan ben ik benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Dat is een verrassing. Ik geef hem als allereerste aan Jason. En dan gaan we heel rustig openmaken. Dat is mama. Heel rustig aan Jason geef ik hem. Los, even Jason mag de eerste doen. Kijk eens. Mooi, hè? Kan ik dit openmaken? Ja hoor. Nog één. Nog een cadeau. Kom maar, dat moet heel voorzichtig, anders gaat het misschien kapot. Er zit nog een cadeautje in. Leuk, jullie snappen het even niet. Moet er maar niet uit.
Doe de bril, even de bril af, jongens. Het tweede cadeautje al, hij. Ja, wat mooi. Nog een cadeautje, wie had dat nou verwacht, hè? Jongens, nog een cadeautje. Nou mag Jaden hem openmaken. Jaden. Jaden. Allee. Hij is voor jullie allemaal, dit cadeau. Doe een slaggenschat, Jason. Je lijkt wel papa, die heeft ook altijd een slaggerijding gezicht. Even kijken. Grapje schaal. Oh, nog één. Je hebt aan mij kijken. Nee. Maak maar dan open. Jason, ga ze even doen. Annika, schat. Wauw. Alweer een doeltje. Wacht even. Ga maar rustig zitten. Nou mag Jelicia hem openmaken. Ja. Nog een cadeau! Oh, ik zou hem weer voorzichtig eruit halen. Het is heel veel cadeautjes. Heel veel cadeautjes. Zijn jullie al blij met een cadeautje? Ik kan nog! Ja. Nou Jason, ik ben benieuwd wat daar dan nog in zit. Ik weet het al, doosje. Nog een doosje, ja. Daar zit niks in. Zou je daar denken? En nu dan? Zo zit er niks in. Dat ga ik wel niet. Dat vermoedt u, hij heeft 3 cadeautjes hebben ze gekregen zonder papa. Zie je? Mag kijken? Oh! Oh! Oei. Wauw! Ik heb toch gelijk? Ja, zeker gelijk, er zat niks in. Vonden jullie geen leuke grap van papa? Ja. Papa kan maken mij. Wat is die nog? Ik heb nog een Playmobil vliegtuig. Oh, ben je er ook blij mee? Ja. Daar ben ik wel heel blij om dat jullie zo reageren. Papa, kom mee. Wat is er? Ik heb de achtbaan, papa. Oh, je hebt je achtbaan. Ja, dat is ook waar. Die heb jij gekregen. Die is ook mooi, hè? Maar eigenlijk... Laat hem even zien aan de mensen. Kijk, je doet het echt, dat ding. Je moet de andere kant op. Dan gaat hij helemaal over de kop, hè? Speciaal gebouwd, hè, met papi, hè? Ja. Hoi, 1, 2. Yo! Wauw. Ik ga nog een keer. Pa, kom eens mee. Ja. Kijk, ik kan het gewoon om. Oh, ga je daarmee spelen dan? Ja, kijk, kan het gewoon om. Nou kijk eens schat, onze kinderen zijn toch heel tevreden met wat ze hebben hoor. Ja, vond ik nou ook. Daar ben ik wel heel erg blij om. Ja. Kijk eens. Ze vermaken zich prima met de spullen die ze gekregen hebben. Ja, super. Om te zeggen dat ze verwend zijn. Ja, ze krijgen meer cadeaus dan een gemiddeld kind, dat klopt. Maar verwend, nee, dat is wat je ze aanleert hè. Vind ik nou ook, ik heb ja, helemaal gelijk aan. We zeggen ze vaker dat andere kindjes niet zoveel cadeautjes krijgen. Maar dat was eigenlijk een beetje een reactievideo op heel veel haatreacties onder de 1000 euro vlog video. Wij vonden dus dat het beeld wat daardoor ontstaan is eigenlijk een heel verkeerd beeld is. Want ja, onze kinderen die krijgen inderdaad wel best wel veel. Maar we gebruiken tuurlijk ook veel voor de vlogs. Juist, dat zijn wel cadeaus, maar die opblaasglijbaan was ook zoiets van ja, die opblaasglijbaan kunnen ze niet zelfstandig mee spelen. Nee, ook niet. In de meeste gevallen daarna geven we het ook weer vaak aan andere kinderen of een familie of een andere kindjes. Ja, dat is het goede doel. Juist, ja. Kijk, en kinderen die samen gaan uitpakken, zeker kinderen van dezelfde leeftijd, die willen alle 3 tegelijkertijd uitpakken. Die zijn niet zo van, oh, ik kan even op mijn beurtje wachten. Maar je ziet het nou in deze video, hoe ze erop reageren. Ik had zelf ook zoiets van, ik ben benieuwd, want ja, we wisten het natuurlijk ook niet. Dus we wisten niet of het terecht was of niet. Nou ja, dit bewijst er echt wel dat ze heel tevreden zijn met de spullen die ze hebben. Ja. En dat zei Jason ook aan alle 3. Dus ja, eigenlijk vind ik dat met alle 3 de kinderen een dikke duim krijgen. Wat vinden jullie ervan? Vonden jullie dit in elk geval een leuke video? Deel en like hem natuurlijk weer. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En ik zou zeggen, tot morgen, tot 4 uur. En dan gaan we weer een nieuwe video met de kinderen maken. Oh ja, en vergeet nog niet eventjes het belletje te drukken. Want dan krijg je dus een melding. Want ja, iedere dag om 4 uur zijn we dan natuurlijk weer. Dus ik zou zeggen, tot ziens. Abonneer je op Good Life. En vergeet niet op de bel naast de abonneerknop te drukken. Dan ontvang je van elke vlog een melding en pushbericht. En mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel.